Dag Pietjes. Oh, dankjewel. Heb jij trek? Ja. Opa Piet, hoe oud was Americo eigenlijk toen hij voor het eerst het dak opging? Hij is al heel oud, want hij is ouder dan ik. Hij was er al toen ik voor het eerst met Sinterklaas mee mocht. Oh. Ja. Waarom is de ene Piet eigenlijk wat donkerder dan de andere Piet? Dat komt door de Pietenschool. Daar leer je door de schoorsteen klimmen. En dat moet je heel vaak doen. En dan wordt de ene Piet donkerder dan de ander. Ja, dat klinkt eigenlijk wel logisch. Oh, wat is dit? Wat gebeurt hier allemaal? Nou, dit is dus opa Piet. Opa Piet. Ja, hij was, gisteren was hij nog in Spanje. Want hij is natuurlijk eigenlijk met pensioen. Toch, opa? Maar de burgemeester... Heel goed gedaan. Ja, de burgemeester die heeft hem gebeld. En hij is vannacht met het vliegtuig hier naartoe gekomen. Met het vliegtuig. En... Toch, opa? Weet u nog, met het vliegtuig? Ja. En nu kan hij dus de mensen hier kan hij leren hoe ze Piet moeten zijn. U leert dus hier mensen hoe je, nou ja, hoe je pepernoten moet bakken. Ah, heerlijke pepernoten. Kijk, hier wordt gekneed, daar wordt gevormd en hier wordt er geproefd. Mm-hmm. Nou, best wel goed eigenlijk, hè? Ja. En u leert ook iedereen hoe je schoenen moet vullen, hè? Ja, behalve aan kinderen. Oh? Want dat is te gevaarlijk. Ja. En aan jou leer ik het ook niet. Waarom zou ik geen Piet kunnen zijn? Zeker omdat ik... Nee, omdat jij niet het goede pakken hebt. Zo ziet toch niemand dat jij een Piet bent? Nee, ik... Kom ik! Wacht even. Let op. Ja, kom maar naar beneden! Dat is wel spannend. Nou ja, dat begint erop te lijken. Ah, ja, ben ik al helemaal zwart? Nee. Niet? Maar het belangrijkste is dat jij door de schoorsteen kunt. De kleur van een Piet, dat is mijn bijzaak. Oh, dat ga ik snel nog een keer. Ik zie er tegenop, jongens. Het wordt een zware winter zo, hoor. Ik zie daar best wel tegenop. Komt wel goed, opa. Ah, dat is lief, meisjes. Dat is leuk dat jullie dat zeggen. Weet je, ik zit te denken. Misschien is het dit jaar mijn laatste keer dat ik naar Nederland ga. En dat jullie het dan volgend jaar gaan overnemen. Zou je dat willen? Zouden jullie Piet willen worden? Ja, dat lijkt me wel leuk. Ja. Oké. Nou, dan kan ik je dit jaar leren op de Pietenschool. Wat je allemaal moet doen om Piet te worden. Cadeautjes inpakken. Gedichten schrijven, pepernoten maken. Ik leer je hoe je door een schoorsteen naar beneden moet klimmen. Ja, dan krijg je zwarte vegen op je gezicht. Maar je moet heel veel oefenen, want dat is ook best gevaarlijk. En dan wordt je gezicht zwart. Maar als je dat kunt, het is zo mooi om te doen. Kinderen zijn altijd zo blij met die cadeautjes. Ja. Toch was het een mooie tijd, hoor. Ja. Hey jongens, hoe is het hier? Goed hoor, oma. Dag oma. En hoe gaat het met jou? Gaat. Ik heb wat last van mijn rug. Ja, en dan mogen wij in plaats van opa naar Nederland. Wilt u wat drinken, opa? Oh, doe maar. Lekker. Chocomel alsjeblieft. Okay. Weet je, ik dacht eraan, we gaan vragen aan de burgemeester van Gouda en aan Sinterklaas of we met Pietenpensioen mogen. Dankjewel, schat. Heerlijk. Ja, Pietenpensioen. Dat klinkt lekker. Ik denk dat we het maar moeten vragen. Het is genoeg geweest. Het was mooi. Ja. En dan blijven jij en ik lekker in Spanje? Heerlijk. Doe. En dan mogen wij naar Nederland. Yes. Ja. Nee, maar wat was het mooie. Ach, we zullen het nooit vergeten die tijd. Het was prachtig. Ja. Maar als jullie met pensioen gaan, kunnen wij het toch niet alleen? En daarom doen we een oproep aan alle kleine en grote mensen die Piet willen worden, om op zaterdag 25 november... in de Burgerhal onder het oude Goudse stadhuis een spetterend optreden te komen verzorgen. En opa Piet zit ook in de jury. En alle deelnemers die meedoen, die krijgen een gratis kaartje voor het Circus van Sinterklaas. En de winnaar die mag optreden. Jij komt toch ook? Jongens, laten we daarop proosten.
Proost.